Hallo en welkom bij Studio Stichtse Vecht. Vandaag zijn bij ons Jessica van Vliet. Welkom. En je komt zo wat vertellen over overgewicht bij jeugdigen. En ook vanavond zijn bij ons Theo Kok en Erik Vermeeren. En jullie komen wat vertellen over de buurtpreventie in Zwanenkamp. Daar zo verder meer over. We beginnen met jou, Jessica. Uh-huh. Jij komt vertellen over de JOG-aanpak. En die heeft als doel om overgewicht bij jongeren tegen te gaan. Waar staat JOG voor en wat houdt het in? JOG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Wat houdt het in? Het is een lokale aanpak, of het is een aanpak die lokaal zeg maar kan ingekleurd worden. Hoe het lokaal zeg maar past. En wat ga je doen? Het heeft verschillende pijlers, de JOG-aanpak. Het uiteindelijke doel is inderdaad het terugbrengen van het overgewicht. En op wat voor manieren doen jullie dat? De JOG-fit-dagen zijn we afgelopen januari mee begonnen. Dat hebben we gepakt als een soort nulmeting. Daar hebben we ruim 400 kinderen gemeten. En daar zijn cijfers uitgekomen. En nou, de volgende JOG-fit-dagen zijn januari 2016 dan. En nou, dan kunnen we dus zien hoe het de volgende meting is vergaan. Ja, of het een verschil heeft uitgemaakt. En we nemen het misschien aan als vanzelfsprekend, maar wat is overgewicht nou precies? Overgewicht, er is een waarde voor, BMI. En dat staat voor Body Mass Index. Dat is eigenlijk een verhouding tussen het lichaamsgewicht en de lichaamslengte. En vanaf wanneer is er sprake van overgewicht? Ja, dat is voor kinderen een beetje lastig aan te duiden. Voor volwassenen is dat makkelijker. Tussen de 18 en 25 zou dan een gezond gewicht zijn. En 25, 30 is dan overgewicht. En boven de 30 richting obesitas. En voor kinderen, ja, daar zit een heel tabel achter. Dat is ook weer leeftijdsgebonden. Er is een hele TNO-groeimeter van. Dus ik kan niet zo zeggen van nou, als jij 17 uitkomst hebt, dan heb je overgewicht. Nee. Maar hoeveel komt het voor? Want ik neem aan dat jullie wel die waardes gebruiken voor het meten daarvan. Hoeveel komt het nou voor in Nederland, maar misschien ook in Stichtse Vecht? Ja, dat is heel verschillend. In Stichtse Vecht is dat 14% van de kinderen heeft overgewicht. 14%, dat is best wel een behoorlijk aantal. Ja. Hoe komt dat zo, denkt u? Dat zal verschillende oorzaken hebben. Als we één oorzaak zouden hebben, zouden we dat met één oplossing wellicht kunnen oplossen. Maar het kan zijn, slaaptekort is bijvoorbeeld een risicofactor voor overgewicht. Het vele eten, het weinig bewegen. Het zijn verschillende dingen. Ja, het kunnen heel veel dingen zijn. Maar het is niet zo dat u tijdens de vorige dag zijn we nu dat er één ding echt uitsprong van dit is echt een duidelijke oorzaak die we veel in Stichtse Vecht tegenkomen. Nee, we hebben wel de afgelopen periode heeft de GGD voor ons een wijkprofiel uitgevoerd. Waar verschillende professionals en ook ouders zijn ondervraagd. En wat er in Maarsebroek naar voren kwam, is dat ook het gemak. Het is heel makkelijk om snelle maaltijden klaar te maken. De voorverpakte koekjes die mee naar school gegeven worden en de pakjes drinken. Ja. Maar ook het niet weten dat er een andere keuze is. Nee. Dus dat is echt een groot probleem. En dat is inderdaad, want u had het nu over de ouders, hè? En die spelen denk ik een grote rol, helemaal bij kinderen natuurlijk, in het wel of niet hebben van overgewicht. En hoe betrekken jullie ouders bij de JOG-aanpak? Nou, we hebben nu in oktober hebben we verschillende activiteiten bij elkaar gepakt. En hebben we de oktobermaand omgedoopt in oktober. En hebben we dus activiteiten voor de ouders. Zo zijn er supermarkttouren in de supermarkten. In Maarsebroek. En daarmee tijdens de rondleiding laten we zien van nou, hoe word je nou verleid tot aankoop? De bonussen of de aanbiedingen van 2 voor 1. Wat staat er allemaal op de verpakking? En is het wel zo verantwoord als dat de verpakking doet geloven? Ja. 0% vet, wat houdt het eigenlijk in? Daar laten we de ouders dus zien hoe je een bewuste keuze kan maken zelf. Ja. De kookworkshops gaan we laten zien hoe je een makkelijke maaltijd kan maken, snel ook.
Met verse groenten, ook van het seizoen. En dan hebben we theater. DNL hebben we uitgenodigd in Stichtse Vecht om een interactief theater te komen doen. En laten we zien dat iedereen er last van heeft. En dat het soms best lastig is om de kinderen achter een beeldscherm bijvoorbeeld vandaan te halen. Ja. En dan ontstaat er een discussie tussen ouder en kind. En hoe los je dat dan op? Ja. En dat wordt dan in de zaal eigenlijk gevraagd. En met elkaar vind je dan een oplossing. En dat wordt dan direct nagespeeld. Nou, en dan kan je dus zien van werkt het of werkt het niet wat we nu met elkaar bedacht hebben. En hoe kan het wel? Dus dat is gericht op de ouders, ja. Ja, dus dat is inderdaad een hele interactieve aanpak. Inderdaad, de hele maand staat in het teken van Jochtober. Hè? En is dat alleen binnen Stichtse Vecht of is dat in andere plekken in Nederland ook terug te vinden? De Jochtobermaand is nu alleen in Stichtse Vecht, ja. Oké, okay, en dat komt vanuit de gemeente, wordt dat georganiseerd, hè? Gemeente Stichtse Vecht is een initiatief, als initiatiefnemer van de Jokgemeente. En dit is inderdaad, de Joktober, dat is inderdaad in samenwerking ook met andere partijen, maar ook vanuit de gemeente. Klopt. En als mensen nou meer willen weten over het Jochtober, kunnen ze dan naar een internetsite of kunnen ze? Ja, er is een link Joch Stichtse Vecht, joggstichtsevecht.nl. En dan word je doorgelinkt naar de website van Sportservice. En daar staat alle informatie over het Jochtober en de agenda. En ook de activiteiten staan erop. Tips misschien ook? Nee. Dat nee, dat staan geen tips op. Er staan nog geen tips op. Nee, het is puur informatief, zeg maar, wat Jochtober is. En, ja. Eventueel aanmelden? Kan dat aanmelden, dat dus kan via de e-mailadres van jog@stichtsevecht.nl. Ook weer J-O-G-G. Oh, J-O-G-G. En de aanstaande kookworkshop voor donderdagavond zit vol. De supermarkttour kan nog wel mensen bij. En volgende week donderdag is dan de laatste kookworkshop. En daar kunnen ook nog mensen bij. Daar is bij ook nog plek. Ja. En het theater natuurlijk. Dat is 28 oktober woensdagavond vanaf 19:30. Vanaf 19:30. En waar is dat precies? Dat is in het safarigebouw waar het zwembad zit. En dan boven in het jongerencentrum. In het jongerencentrum. Ja. Nou, hartstikke leuk en informatief. Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek? Ja, graag gedaan. Ook bedankt.